We maken een rondreis langs varianten van de uitschuifkraan met 1, 2 of 3 armen en opgesteld in een 1, 2 of 3-dimensionale ruimte. Bij elke halte brengen we nieuwe concepten aan die we enten op je kennis in verband met rechten en vlakken. Aan het eind van de rit herbekijken we de 2x2-kraan door een nieuwe bril. Tot nu toe bepaalden we de uitvoervector door de aparte invoercoördinaten in te zetten als schaalfactoren voor de kolommen. Maar we kunnen ook de aparte uitvoercoördinaten bepalen door in elke rij een lineaire functie te zien. Onze rondrit brengt dit in beeld. De 3x2-kraan heeft 2 armen, maar hij staat opgesteld in de 3-dimensionale ruimte. De kraan bereikt niet de hele uitvoerruimte, maar enkel een vlak door de oorsprong. Deze formule noemt men een parametervergelijking van het vlak. Door de parameters U en V willekeurige waarden te geven, beschrijven we alle punten. Met beide armen in dezelfde richting bereiken we slechts een rechte en ieder punt op meerdere manieren. Dit soort uitzonderingsgevallen wordt straks een volwaardig onderwerp. Eenarmige kranen bereiken een rechte op een unieke manier, in de ruimte of in een vlak. De parametervergelijking bevat nog maar één richtvector. Door een vector op te tellen, beschrijven we ook rechten of vlakken die niet door de oorsprong gaan. Deze vector bepaalt een punt van de rechte en deze vector een richtvector. De 1x1-kraan stelt een schaling van getallen voor, of de operatie maal a. In dit beeld zijn de invoer- en uitvoerruimtes elk apart verticaal opgesteld. Maar je bent meer vertrouwd met deze voorstelling, met invoer en uitvoer op dezelfde grafiek. In toolbox 2 en 4 bekijken we ook niet-lineaire functies. In principe kennen die gelijk welk verloop, soms grillig, soms netjes. Voor een functie met 2 invoervariabelen voorzien we 2 assen voor de invoer en 1 as voor de uitvoer. De grafiek vormt een landschap zoals deze heuvel. Wanneer we de invoer apart weergeven, vormt die een landkaart met hoogtelijnen. Terwijl we over de kaart lopen, varieert de uitvoer. Lineaire functies hebben een hellend vlak als grafiek en rechte hoogtelijnen of niveaulijnen. Hoe steiler het vlak, hoe dichter de niveaulijnen bij elkaar liggen. De bijhorende 1x2-kraan leeft in een 1-dimensionale ruimte en bereikt dezelfde uitvoerwaarde k voor elke invoer die voldoet aan deze vergelijking. Dit is een Cartesiaanse vergelijking van de hoogtelijn met hoogte k. Voor hoogte 0 ziet de vergelijking er zo uit, of zo met een scalair product. De vectoren van de nulhoogtelijn, die ook richtvectoren zijn voor de andere hoogtelijnen, staan loodrecht op AB. Met een extra invoercoördinaat beschrijft de Cartesiaanse vergelijking geen rechte meer, maar een vlak met alle vectoren die loodrecht staan op ABC. De evenwijdige hoogtelijnen maken plaats voor evenwijdige vlakken die we niveauvlakken noemen. De uitvoercoördinaten van een 2x3-operatie worden bepaald door 2 lineaire functies met 2 stellen evenwijdige niveauvlakken en 2 matrixrijen in de rol van loodvectoren. Een gegeven uitvoervector wordt bereikt van op de snijlijn van 2 niveauvlakken, 1 voor elke uitvoercoördinaat. Een andere uitvoervector geeft een evenwijdige snijlijn. En de matrixkolommen, die vertellen hetzelfde, maar op een andere manier. Hoewel de kolommen 3 kraanarmen bepalen, leven ze in een 2-dimensionale uitvoerruimte. De kraanarmen kunnen elk punt op meerdere manieren bereiken. Dit is het duidelijkst voor de oorsprong, die we voor deze kraan bereiken met deze waarden van U, V en W. Maar ook als we die waarden schalen, blijft het eindpunt in de oorsprong, terwijl de invoer op een rechte beweegt. De kraanarmvectoren kunnen elkaar compenseren, en men zegt dat ze lineair afhankelijk zijn. Aan het begin van onze rondrit deed zoiets zich voor als uitzonderingsgeval, maar met meer kolommen dan rijen is het de regel. Al kan het ook hier nog straffer, met alle armen in dezelfde richting. We zijn terug bij de 2x2-kraan. Dit is wat we wisten. De 2x2-kraan voert een lineaire operatie uit die de invoerruimte vervormt, alsof we de invoer opmeten met recht ruitjespapier en terug uitzetten
met scheve ruitjes. Dat is wat de kolommen ons leerden. Maar de rijen bieden een nieuwe kijk en bepalen twee lineaire functies die de uitvoercoördinaten aflezen in de invoerruimte. En twee stelle niveaulijnen begrenzen nu scheve ruitjes in de invoerruimte die eindigen als rechte ruitjes. Voor een 3x3-kraan worden de ruitjes doosjes, maar daar gaan we nu niet op in.